laat ik je eerst even bedanken voor de tijd die je hebt vrijgemaakt in je agenda op zo'n korte termijn. Ja, er staat ook veel op het spel. Ik heb DSB met mijn eigen handen opgebouwd. De DSB is mijn leven. En ik zal er alles voor over hebben om mijn bank, de bank, te redden. Voor mijn klanten, voor mijn medewerkers. Die kan ik niet laten vallen en die zal ik ook niet laten vallen. Maar dan heb ik wel tijd nodig. En steun. Ook van de staat. Ik heb erg veel bewondering voor de manier waarop je DSB hebt opgebouwd. Dat respecteer ik zeer. Ondanks dat ik het niet altijd eens ben met het beleid. Ik denk dat we die problemen wel op kunnen lossen. Ik heb de klanten die door misverstanden in de moeilijkheden zijn gekomen mijn woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord. Dus dat ga ik oplossen. Maar dan moet ik wel de kans krijgen. Ik denk dat er de afgelopen jaren veel kansen zijn geweest. Ik heb de afgelopen jaren veel kansen gekregen en gepakt. Anders zou ik nu niet zo succesvol zijn. Ik heb werkgelegenheid geboden aan duizenden mensen. Honderdduizenden mensen meer financiële armslag gegeven. De economie van Noord-Holland een enorme impuls gegeven. Het kan niet zo zijn dat het nu allemaal verloren gaat, terwijl er een mogelijkheid is om het te behouden. Ja, als er een mogelijkheid is, moeten we die zeker pakken. Vandaar ook dat ik twee van mijn mensen persoonlijk heb aangewezen om de mogelijkheden te onderzoeken. Met alle respect, maar met twee ambtenaartjes kan ik geen bank redden. Met alle respect, de kans dat DSB het gaat redden is nihil. Mijn medewerkers zullen nog vanmiddag contact met je opnemen. Goede reis naar Wognum. Dirk.